Nou ja, op zich is het een leuke wedstrijd en ook een goed initiatief om met Oud-Heracles de regio in te gaan en acte de présence te geven om dan toch ja, de klank van Heracles goed door te laten klinken. Ik heb dan de eerste helft gezien, had er wel een paar doelpuntjes moeten maken, dus ik kan nog niet vanuit blinken spreken. Aan beide kanten niet? Zeker, Haderop werkt hard. Jongens werken hard voor hun plekje, maar ik kan nog niet zeggen dat ik daar, ja de keeper. Maar die haalde alles met de benen eruit. Als ik dan maar een uitblinker mag spreken, dan is de keeper. Ja. Brian Verloo, die kijkt alles een beetje van de goal af. Ja, nee, maar dat is ook vaak het verschil. Kijk, wij hebben onze Oud-Heracles een beetje verjongd. En dat is toch wel een goed teken. Want anders dan kun je tegen die derde, vierde klasses waar we dan nu tegen spelen, kun je het helemaal niet maken. Uiteindelijk moeten die jongens het van de conditie hebben. En meestal kunnen we het aardig overeind houden. Maar vorige week hebben we dan voor het eerst verloren bij Rossum. Dus ongeslagen zijn we al niet meer. Ja, natuurlijk erg leuk om zo een keer tegen Oud-Heracles te spelen. Zo oud vond ik ze trouwens niet. Ik vond ze allemaal vrij fit waren. Ze hadden een verjonging toegepast, heb ik gehoord. Ja, dat was te merken. Het was 2x35 minuten, maar toch behoorlijk aanpoten. Ja, het was een hartstikke leuke wedstrijd. En kansen over en weer. Ik denk dat zij wel wat meer hadden kunnen scoren. Hadden wat meer routine natuurlijk. Ja, iets meer routine. Inderdaad. Ja, als je niet met al het voetbal kunt redden, dan moet je inzet tonen. En dat hebben we denk ik goed gedaan vandaag. Nee, helaas geen doelpuntje kunnen maken, maar het was een leuke avond. Ja. Dat is altijd leuk, hè? Met de oud voetballers weer voetballen. We hebben een beetje veel kansen gemist, maar we hebben het onszelf moeilijk gemaakt. We hebben het zelf moeilijk gemaakt, hè? Ja, hoe is het geëindigd? 1-0 gewonnen. Voor Heracles? Voor Heracles, natuurlijk. Ja, dat zijn jonge jongens, hè? Ja, maar ze hebben het jullie niet makkelijk gemaakt. Nee, dat klopt. Maar er kunnen wel een paar mijn zoon zijn. Dus ze moeten wel iets fitter zijn, dat is ook zo. Dat mag je verwachten. Maar voetbal je tegenwoordig nog veel? Nee, nooit. Nooit? Nee, ik heb te druk. Ik ben assistent bij Heracles. Dus ja, wanneer moet je dat doen? Het weekend is dan moet je werken. Ja. Maar tegen een balletje trappen komt er niet meer van? Nou, bij het eerste zelf. Als een klein positiespelletje is, dan wil ik nog wel eens meedoen. Als het groter wordt, dan haak ik af. En ze vragen je voor dit soort dingen? Ja, dat is leuk. Dan gaan we de buurt in. Ja, dat is leuk. Gewoon.